beslissing genomen dat er alle waarschijnlijkheid in de expressweg tot morgenmiddag in beide richtingen zal dus afgesloten zijn. Dat wil dus zeggen, de mensen die van de kust komen, die gaan er in het steken af moeten. En de mensen die van Antwerpen, die kunnen het aan de R2, maar die kunnen dus niet verder. Dus ik doe een oproep. Mensen die dus morgen de expressweg niet moeten nemen, die dus eventueel transport kunnen uitstellen tot maandag, dat ook effectief te doen. Want anders gaan zij uren en uren in de file staan. Het zal dus een infarct zijn als iedereen, zoals de gewone dagen, dus morgen de expressweg neemt. Dus een oproep, stel het liefst uit in uw eigen plan.